MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Ja, dames en heren, daar zijn we weer, een nieuwe battle. Anderhalf jaar geleden deden we dat altijd. 4 keer op doel schieten, penalty schieten, met het verkeerde been. En de laatste is 10 rondjes om de bal. En dan ook, maar die telt voor 3 punten. Sinderen. Ja, het is de eerste keer dat ik dat ga doen, dus ik ben wel benieuwd. Ja. Wie denk je dat gaat winnen? Jij gaat winnen? Of Thibaut? Ik ga winnen. Ja? Ja, ik ga winnen. Weet je het zeker? Ja, ik ben. Gaan we hier een weddenschapje doen, of niet? 10 euro. 20 euro, oké. Okay. 20 euro. Ja, ja, gaan we dat doen? Oké, okay. 20 euro. Ja? Oké. Okay. Ik zou zeggen, snel beginnen. Bijna gewonnen, hè? Bijna gewonnen. De laatste is 10 keer rond de bal. Okay. En dan schieten. Heb je dan een beetje goed gevoel over, of niet? Ja, we hebben er wel zin in. Dus we gaan ons best doen. Ja, het kan nog makkelijk. Het telt voor 3 deze ronde. Dus als hij mist en jij scoort, ben je gewoon gewonnen. Jij hebt al gewonnen, hè? Oh jongens, hoeveel keer... jij hebt het 3 keer geprobeerd te scoren bij Gilles. Jij 2 keer. Niet gelukt, hè? Maar 2 keer was meer of genoeg. Ja. Na 5 keer ronddraaien zag ik al helemaal niks meer. Is het heftiger dan gedacht? Ja, en op zich in het begin valt het mee, maar na 5-6 keer dan begon ik echt niks te zien. En na de 10e keer was het helemaal klaar. En jij vond het leuk, hè? Vond je het leuk ronddraaien schieten? Wow, Ja, dat was goed, hè? Ja, goed. Ja. Hey, jij bent gewonnen, jij bent de winnaar. Je hebt 20 euro verdiend en hij moet kontje knallen. En jij mag schieten. Wil jij 3 keer vanaf de 11 meter schieten? Of 1 keer vanaf de 5 meter? 1 keer vanaf de 5 meter. 1 keer vanaf de 5? Ja. Oké, succes. Ga maar staan. Wat voor voorrecht? Waar ben je nou?
Aziel ging goed, hè? Je hebt veel ballen tegengehouden. Ja, ik heb geprobeerd om alles te pakken, maar ja, soms penalty in de kruising. Dus. Was ook wel goed ingeschoten, maar een echte penalty killer. Ja, nee, ik kon van niet. Deze oefening is niet voor mij, maar soms je moet doen. Hè. Ja, ging goed. Ja, je hebt verloren. Hoe voelt dat nou om de verliezer te zijn? Maar ik kan er nu nog best mee leven, hoor. Het was leuk om eens te doen, om de challenge, de battle aan te gaan. En ik wist op voorhand al dat ik ging verliezen. Ja, die twee rijden namelijk elke dag samen en dan kan er wel iets misschien afgesproken worden, ja. Okay. Nee, terechte winnaar, dus geef het met plezier. Ben je blij? Ja, ik ben heel blij. Ja. Jij bent de winnaar van vandaag. Ja. Proficiat. Dank u. En 20 euro rijker. En ik wil afsluiten met jullie. Volgende week dinsdag zijn we natuurlijk weer om 7 uur voor een nieuwe aflevering van NVV TV. Tot dan. NVV TV werd mede mogelijk gemaakt door NVV Maastricht, VZ NVV, RTV Maastricht en Keno Media.